Worden de Scouts en de Giro vandaag echt één jeugdbeweging en komt er echt een plaspauzeknop aan elke stoel in de bioscoop? De kans is groot dat het aprilgrappen zijn. Ik vind het wel grappig om zo grapjes te maken, want dan probeer ik zo altijd zo grapjes bij mijn ouders te halen, maar dat lukt niet altijd, want die hebben dat altijd door. Waarom mensen elkaar op 1 april voor de grap houden, is niet helemaal zeker. Maar we doen het al minstens 500 jaar lang. Kranten en tv-zenders deden er jarenlang aan mee. Leren autorijden op je 13e en je rijbewijs halen als je 14 bent. Dat kan voortaan voor veel kinderen in Nederland. Dat is ook een grap natuurlijk. De tv-zender BBC in Engeland maakte ooit een reportage over een boom waar spaghetti aan groeit. It resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. Het is dus al een eeuwenlange traditie, maar nog altijd heel leuk om te doen. Ik heb ooit al eens zo'n plakbandje over de kraan geplakt met zo'n klein stukje dat overblijft en dan was er allemaal water over heel de keuken. Ik ben soms wel een beetje bang van wat gaat er nu komen of zo, maar ik vind dat wel leuk om andere mensen te foppen. Eén ding is zeker, alles wat wij hier vandaag vertellen is waar. Hey, merci om deze video te kijken en ik denk dat je deze ook wel leuk gaat vinden. Vergeet niet te liken en abonneren, hè.